De Graafschap wil vrijdagavond op bezoek bij FC Den Bosch de slechte reeks van de afgelopen weken doorbreken. Trainer Jan Vreeman moet dat doen zonder de zieke Devin Haan en de in de wedstrijd tegen Cambuur uitgevallen Jan Lammers en Alexander Buettner. We missen er een paar en dan moeten we opvangen. Hoe ga je dat oplossen? Dat gaan we morgen zien. Ik wou de opstelling nog niet geven, dus dan gaan we morgen kijken hoe dat doen. In Noord-Brabant treft de Graafschap de nummer 19 van de competitie. Ondanks de stand van de ranglijst verwacht Vreeman een stugge tegenstander. Het is wel een elftal wat ontzettend veel wil jagen, zeg maar. In ieder geval vanuit een bepaalde structuur. Met 5 man achterop, 3 ervoor en 2 daarvoor. Zitten ze echt heel hoog druk. Goed, dan moet je er zorgen dat je de voetbal doorheen kunt komen. Alleen de les is ook bij Telsa. Hadden we best wel wat moeite daarmee. Nou goed, en dan zal blijken tegen Den Bosch of dat dan wel lukt. In de counter zijn ze ook gevaarlijk, dus daar moet je echt voor oppassen. Maar ik denk dat we ons goed genoeg hebben voorbereid. Is het dan ook een lekkere tegenstander om misschien weer een beetje goed in vorm te raken? Ja, zou kunnen. Kun je van tevoren niet zeggen altijd. Maar het zou mooi zijn als ze daar gewoon met 3 punten weggaan. En misschien ook een keer even met een goede, mooie, dikke overwinning. Is dat nodig? Nou, voor het gevoel denk ik wel, ja. Hoe het kan dat de Graafschap in een zwakke periode zit en maar 1 van de laatste 4 wedstrijden wist te winnen, vindt Winterswijker Philip Retijn maar moeilijk te verklaren. Voetbal is gewoon minder, wat we voorheen deden. En ik denk dat we het sowieso in ons hebben. Nou ja, waar het echt aan kan liggen, vind ik moeilijk te zeggen. Maar ik weet sowieso dat de energie er is en de jongens willen graag. En we hebben een goede groep ervoor, goede voetballers. Dus uiteindelijk moet het lukken. Alleen, ja, het is wel werk aan de winkel. De jonge Achterhoeker is een onbetwiste basisspeler en een van de sterkhouders van de Superboeren. De laatste weken komt hij steeds beter in vorm. En dat is terug te zien aan zijn individuele acties aan de rechterkant van het veld. Is dat een teken dat je weer lekker in je vel zit als je dat doet? Ja, dat kun je wel zeggen. Het is sowieso hoort het ook wel bij mij als speler. Ook al speel ik een mindere wedstrijd, zou ik dat altijd wel doen. Maar ja, ik zoek het wel graag op. Tegen Dordrecht lukt het vooral heel veel, dus ik hoop dat dat morgen ook zo is. Maar ja, dat zie je me wel in mijn lekkerste vorm. Ja. Na het uitduel op Stadion de Vliert wacht dinsdag de wedstrijd in de tweede ronde van de KNVB-beker op bezoek bij Quick Boys. 3 dagen later wacht het laatste duel van 2023. Ja, goed afsluiten. Leeft dat bij jullie in de groep? Ja, ik denk het wel. Ik voor mezelf sowieso. En ook voor de supporters en ook voor het team is het lekker als je gewoon 2023 goed afsluit. En 3 overwinningen pakt plus een ronde door in de beker. Ja. Dat zou lekker zijn. En ik denk dat dat voor iedereen geldt. Je wilt natuurlijk goed afsluiten. Je wil elke wedstrijd gaan knallen. En of er dan 2 of 4 zijn. We hebben nu nog 3 wedstrijden te gaan. En dan moet gewoon alles geven.